Vandaag bij mij aan tafel kleinkunstenaar en regisseur Karel de Rooij, D66 Tweede Kamerlid Pia Dijkstra en de Haagse ondernemer Rens Vrolijk. En allemaal hebben ze iets met het Haags Ondernemersgala. Wat zou dat zijn? U kijkt naar Frits. Dag dames en heren, u kijkt naar de wekelijkse talkshow van Omroep West over ondernemen, politiek, kunst en cultuur en sport. Kortom, welkom bij Frits. Mijn eerste gast was jarenlang nieuwslezeres bij het NOS Journaal. En na 30 jaar voor de televisie gewerkt te hebben, gooide ze het roer rigoureus om. Inmiddels is ze alweer bijna 4 jaar Kamerlid. En daarnaast is ze ambassadrice van Save the Children. Pia Dijkstra, welkom. Ja, er zijn natuurlijk heel wat goede doelen. Waarom juist ambassadrice voor Save the Children? Save the Children is een organisatie die voor de rechten van kinderen opkomt. Een hele grote internationale organisatie, kleiner in Nederland. Maar wel eentje die echt wat kan doen voor de kinderen wereldwijd, in gebieden waar dat nodig is. Ik ben zelf moeder van 3 kinderen. Drie jongens. Het is al jaren geleden dat ik met Save the Children in aanraking kwam. En ik voel me ontzettend aangesproken door het werk van Save the Children. Want kinderen zijn de toekomst. En in heel veel landen in deze wereld moeten landen weer nieuwe toekomst krijgen. En daar zijn die kinderen heel erg belangrijk voor. Kijk. In Den Haag is hij vooral bekend uit de schoonmaakbranche. En als ondernemer heeft hij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Rens Vrolijk, welkom. Ja, waar komt dat vandaan, die behoefte om vooral ook je in te zetten voor de rest van de samenleving? Nou ja, voor Save the Children was het zo dat vorig jaar ben ik echt met Save the Children in contact gekomen. En dat pakte mij toen al eigenlijk. Om toch voor kinderen in landen die onder de armoedegrenzen leven, om daar wat voor terug te doen als ondernemer. En toen ik werd uitgenodigd om mee te gaan naar Liberia, toen had ik zoiets van, ja, zal ik dat wel doen? Ik weet niet waar ik terecht kom. Maar ik ben achteraf blij dat ik dat heb gedaan en ik ga er nog veel meer voor nu. Ja, je begint meteen over Save the Children, want het ondernemersgala zit eraan te komen. Ja. En dit jaar is de opbrengst voor Save the Children. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Mijn derde gast, die werd vooral bekend als Mini van het cabaretduo Mini en Maxi. In de laatste jaren maakt hij naam als regisseur van onder andere het Festival Klassiek en ook voor het Ondernemersgala Den Haag is hij de regisseur. Karel de Rooij, welkom. Ja, voordat we het over dat Ondernemersgala gaan hebben, eerst even terug naar die periode van jou als Mini van dat duo Mini en Maxi. Ja. Wat was nou eigenlijk het geheim van het succes? Het geheim is eigenlijk gekomen doordat wij een hele mooie beslissing hebben genomen achteraf. Dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Dat is tegen het geweld van Freek en Bram en Coat en Bee, wat natuurlijk onze leeftijdsgenoten zijn. En dachten wij van, nou, die teksten van ons, dat is toch niet te vergelijken met deze grote heren. En omdat onze kant toch visueel heel sterk was en muzikaal, hebben wij op een keer besloten, we gaan niets meer zeggen. Wij maken avondvullende programma's zonder tekst. En toen hebben we de wereld toch aardig kunnen veroveren. Ja, nou nogal. En dat is, en dat is eigenlijk voor mij wel het moment dat ik zeg, nou, we hebben een mooie weg gekozen. Ja, ja. Nou, voor wie denkt, ik heb het al een hele tijd niet meer gezien, dat zag er zo uit. Oh jee. Geweldig. Ook nu spat het nog van de televisie af. Variété-shows, televisieoptredens, de Zilveren Roos van Montreux hebben jullie gewonnen. Heb je wel eens heimwee na die tijd? Of kijk je er eigenlijk alleen maar vooral tevreden op terug?
Nee hoor, ik behoor wel tot degene die nog best zou willen af en toe. Ook omdat je, maar we doen eigenlijk, wat ook heel erg voldoet, is ook het begeleiden van jongeren in deze stijl. En in het performen, maar dat doe ik ook op het conservatorium in Den Haag. En zijn er veel jongeren die daar ook in geschoold willen worden? Ja, want dan zit je ook bij het muziektheater. Maar je hebt bijvoorbeeld in Den Haag de Percossa, dat is een geweldige slagwerkgroep. De beste slagwerkgroep van de Benelux. Die prijs hebben ze al 4 jaar te pakken. Maar daar maak ik dan een heel programma mee en van. En ook met mijn ideeën. En ik ben daar echt trots op. Ik ben in december naar Parijs gegaan. Want dat is nou ook hun weg. Ze staan ook in Nederland, maar ze gaan ook buitenland. En toen hebben ze een maand in Parijs gestaan. Ja, daar ben ik natuurlijk naartoe gegaan. Want dat is ook mijn product, ja. Artistiek. En een waanzinnig succes. Dat is wel raar in Nederland, hè, dat je dus dan zegt van... jeetje, die jongens staan in Parijs. Niemand weet het eigenlijk. Volle zalen. En dat hadden jullie zelf ook al, volgens mij. Want jullie waren ook buiten Nederland heel erg groot. Ja. En ik vraag me af of iedereen dat wel wist. Ik denk dat het publiek het niet wist, maar wij hadden wat minder problemen omdat onze zalen in Nederland gewoon ook vol waren. Ja. Maar in deze tijd is het erg moeilijk als je niet in het pulletje valt van de media. En dat zit toch vaak in de zang en de cabaretwereld. Want het lijkt net of dat zeg maar, nieuwe variété, wat toch heel erg bezig is op het ogenblik, maar het komt in de media niet aan de beurt. Ja. En dat is gek. Je hebt bijvoorbeeld een opleiding nu mooi in Nederland, hè? HBO-opleiding, Rotterdam. Codaarts. En als die jongelui klaar zijn, de eerste groep is nu klaar van 4 jaar, dan gaan ze naar het buitenland. We hebben in Nederland niet een huis het moderne variété, Cirque du Soleil, niet terecht kunnen. En de mensen, welke laag van de bevolking, dat was ook bij ons de kracht, welke leeftijd, doet er niet toe. Eigenlijk vinden ze het allemaal geweldig. Ja. Pia, Mini en Maxi? Ja, fantastisch. Ja, dat zei ik zo pas al. Dat is echt zo. Het was zo ontzettend leuk. Het was juist door het ontbreken van tekst, ja. Maar dat gebruik van gezichtsuitdrukkingen, ja, lichaamstaal. Ja. Ja. Ja, dat was geweldig. En ik zat net te denken, hoe lang is het wel niet? Ik heb het idee dat ik nog op de middelbare school zat toen jullie al begonnen. Maar dat kan haast niet. Maar wanneer zijn jullie begonnen eigenlijk? We zijn in 67 begonnen bij Dormus, ja. Bij Tom Anders. Ja. En het duo is in 1969, 70 ontstaan. Toen hebben we eerst een stukje tekst gedaan waar wij zeer ontevreden over waren zelf. Maar we hadden wel al succes. We hebben ook de beroemde Snabbeltour meegemaakt, laten we dat niet vergeten. Ja. Daar hadden wij eigenlijk het meest succes met de muzikale, visuele acts. Dus ja. We kwamen André van Duin tegen, Johnny Kraaikamp, Ben Kramer. En dat kwam dan binnen, deden allemaal hun actje. Nou, en wij deden dan een muzikale act. En zo is het eigenlijk ontstaan. Rens, wat denk jij? Wordt het tijd dat ze terugkomen? Nou ja, Kaal gaat Maxi nooit meer inhalen, denk ik, qua lengte. Nee, maar dat hoeft ook niet. Dat is juist de lengte. Maar het is wel jammer inderdaad dat we toch een hoop artiesten die zichzelf hebben ontwikkeld en met iets nieuws zijn gekomen, dat die verloren raken eigenlijk. Dat is, ja. Ik vind het wel, ja, het persoonlijk is er meer vanaf dan iemand die zichzelf echt laat zien wat hij kan. Karel, kan het? Een terugkeer van Mini Maxi? Nou moet ik toch iets gaan vertellen voor het eerst publiekelijk. Laten we zeggen, het ruikt ernaar dat het gaat komen. Vertel. We hebben in Den Haag, is het prachtige fenomeen van Paul van Vliet, die al vele... op zondagmiddag in de Koude Kerk Schouwburg. Vele zondagen daar staat. En dat is begonnen heel voorzichtig ook. Ik vind het een prachtige aanpak. Die zegt, ik ga er 10 doen, ik heb zin in de zondagmiddag. En dat zijn er toen aangekondigd, ik ga er 10 doen. En dat was in een dag uitverkocht. En dat is nu ruim 2,5 jaar geleden. Daar gaat geloof ik het derde seizoen in. Ja, de mensen willen het. Die willen dat amusement op een bepaald niveau. Hij vertelde hier in de uitzending dat op zondagmiddag, dan wordt hij wat onrustig thuis. En dan zegt zijn vrouw, ga maar. Ga maar. Ja. Ja. Nou, ik moet je zeggen, wij zijn gevraagd. En we zijn al ver. Maar of het nog gebeurt, dat het laatste stapje moet nog komen. Dat wij na Paul het stokje daar overnemen. Mini en Maxi terug in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Als een comeback, maar in dezelfde stijl als Paul. Dat je lekker het kan laten. Ja. Ik kan het niet laten. Ja. Nee. Ja, maar dat is toch fantastisch nieuws, Karel. Ja. Ja. Want in 2004 stopten jullie. Ja. Omdat Maxi, Peter de Jong, die werd getroffen door een nekhernia. Ja. Ja. Maar dat inmiddels... Is dat voldoende herstel? Nou ja, je moet ook een switch maken. Hè. Dat heeft hij heel erg moeten doen. En dat kan ik me ook voorstellen. Hij was heel fysiek, hè, ook allebei. Maar hij met dat lange lichaam. Ik bedoel, als wij op rij 10 iemand zagen zitten die we dachten...
dat is leuk, want die zit extra te lachen. Dan ging hij gewoon over die stoelen lopend, gewoon over die rugleuning, pas daar naartoe, of niks was. En als je dat moet inleveren, als dat net gebeurd is, dan denk je, ik ben niet meer wat ik ben. En langzaamaan, we hebben natuurlijk het lijkt heel dramatisch, het was het ook hoor, we hebben tranen echt gehad allebei. Omdat je zo'n aparte stijl had. Maar toen, diezelfde maand, wisten wij al dat we door zouden gaan bij het Nationaal Toneel met Wacht op Godot. Ja. Dus wij hebben prachtig dingen daarna gedaan. En vele dingen hebben ze eigenlijk gewoon doorgegaan. Ja. Met zo'n toneelstuk. Tekst leren was natuurlijk een waanzinnig probleem ineens. Want als je altijd zonder tekst hebt gewerkt. Ja. En dan Wacht op Godot, natuurlijk een eigenzinnig, absurdistisch stuk. Maar we denken er met waanzinnig veel plezier aan terug. Dus we zijn eigenlijk wel doorgegaan, alleen was het een andere weg. En het kriebelt ook bij hem enorm. Ja. Want hij heeft in de winter nog Scrooge gespeeld in Haarlem. Ja. Dus, maar het kriebelt bij hem, het kriebelt bij jou dus ook. Jij had vorig jaar een burn-out. Ja, omdat ik toch te veel, moet je nagaan, maar toch te veel deed. Maar dat zat hem wel heel erg in de begeleidende sfeer. Van jongelui, een festival klassieken, waar ik toch de grote op de Hofvijver het concert 3 jaar lang heb gedaan. Dat is ook een beetje deze tijd. Hè? Het is, je repeteert dingen in, je hebt dingen verzonnen. Ik had Jurie van Gelder aan de ringen bij het residentieorkest. Prachtig was het. Hele rare thema's, toch dat variété erin, altijd bij het residentieorkest. Ja, combinatie van sport en variété was alles door elkaar. Ik wilde dat en dat sloeg maar enorm aan. Maar Karel, een burn-out. Ik wil niet lullig doen, maar op jouw leeftijd? Nee, maar het had niet gemogen. 67 en dan toch gebeurt. Ja, en dat komt dan toch ook door te veel. Dan heb je die Hofvijver, dan komt de televisie, AVRO komt binnen, op de dag zelf pas. En die gaan nog dingen veranderen die jij hebt verzonnen op de dag zelf, waar ik weer moest vechten. Andere dingen. Ik zei veel te veel ja op allerlei dingen. En toen had ik ook ja gezegd op mijn grote vriend Peter Tuinman. Die wilde dat ik Dial M for Murder, Hitchcock. Dan zou ik een waanzinnige leuke rol krijgen. Ja, ga ik doen. Daarna belde Jeroen Krabbe of ik in die nieuwe serie De Man met de Hamer. Met Olga Zuidhoek, of ik daarin wilde zitten. Ik zei ja. En dat kwam die twee dingen die kwamen door verandering van data te dicht bij elkaar. Ik nog niet zeggen van dat gaat niet. Dus ik zat twee rollen door elkaar te leren. En dat was too much. En dat ben ik niet gewend. Dat was too much. En toen durfde nu gaat het in ieder geval weer goed. Het gaat heel erg. En gelukkig heb je ook ja gezegd tegen de regie van het Ondernemersgala. En dat zit eraan te komen. Ja. Zaterdag 12 april. Vorig jaar zag dat er zo uit. Ja, dat was vorig jaar. Wat heb jij dit jaar voor al die gasten en de ondernemers in petto? Nou, het is ook bij afgekomen. De vraag werd gesteld of het een thema zou mogen hebben. En ik natuurlijk toch weer met het variété aankomen. Omdat ik weet dat de mensen ervan houden. Het heeft wel gelijk zijn consequenties gehad. Want andere jaren kwamen er geweldige artiesten, zangers vooral. Want het is toch ook voor een goed doel. En die komen dan langs en daar zijn we allemaal ontzettend blij mee en dat vind ik ook terecht. En als er geen orkest zit, dan gaat toch die cd de geluidsband in en kunnen ze hun optreden doen. En als ik dat variété heb, gaat dat niet zomaar. Ik had al een jongen, die had ik gevraagd of die bijvoorbeeld iets in de lucht zou kunnen doen in het atrium. En die is al 2 keer geweest, terwijl het nog niet echt afgesproken was. Maar en dan moet dat nog gemaakt worden en dan moet het nog gerepeteerd worden. Dus ik hield toch wel een beetje mijn hart vast. Hoe krijg ik die avond nou anders? Nou, ik heb het totaal in een vorm gegooid. Er is nog ook nooit aan... Iedereen kwam zijn eigen pakje binnen. Ik heb veel mensen... Cercasso uit Den Haag. Codaerts, een paar mensen. Corpus, een hele goede acrobatengroep. Maar ik heb ze ook toch ook aangekleed. Ik heb dus echt voor een vorm gekozen. Ik heb ook aan de vorm gezeten. Ik vind... je moet aan alles aandacht geven. We hebben de prachtige doelen waar het om gaat. Er moet geld binnenkomen. Maar dat zegt nog niet als je artiesten wil uitnodigen als ondernemers... dat bijzaak wordt. Het eten mag geen bijzaak worden. Maar ik heb hele strakke indelingen gemaakt. Maar het wordt heel anders dan de voorgaande. Ja, want dit is de 9e editie. Ja, ik heb toch een regie. Ik weet niet, ander jaar was er welwillendheid van iedereen.
Maar ik denk een beetje zonder regie. En ja, ik kan het dan toch niet laten. Is dat de zweep van de meester? Ja. Nou ja, ik geef een voorbeeld. Ik heb zelf natuurlijk ook op goede doelen gewerkt. Maar waar ik een hekel had aan een artiest, ik weet het nog, in het Koerhaus, toen zijn we echt bijna weggegaan. Maar dan denk je, ja, het is voor, laat nou het doel het belangrijkste zijn. Dus dat doe je al gauw. Maar ik weet wel, als wij dan daar, als daar het podium was, dus u bent ineens artiest nu. En ik ben, ik ben het publiek. En u staat er op te treden. En ik blijf met etende mensen zo praten. En ik doe even dit, oh aardig wat die man daar doet. Dat wil ik zien te vermijden. Ja. En daar heb ik allemaal leuke dingen voor. En ik denk ook dat gaat lukken. Oké. Okay. Iedere week nemen we een kijkje bij een bedrijf dat werknemers in dienst neemt via het werkgeverservicepunt. Deze mensen zitten al langere tijd in de bijstand en worden door de gemeente een beetje geholpen. ADO Den Haag biedt deze mensen de kans om weer terug te komen op de arbeidsmarkt. Wij zijn ADO Hospitality en Events. Wij verzorgen 17 wedstrijddagen de hospitality en de catering in het stadion. En werken daarmee samen met het werkgeversservicepunt. We hebben een goede dame in de bediening, iemand in de spoelkeuken en een goede hulp voor onze koks in de keuken. Daarnaast zijn wij een veelzijdige evenementenlocatie waar wij 5.000 tot 10.000 gasten per evenement kunnen ontvangen. Het is heel afwisselend, heel veelzijdig werk hier. Nou, gewoon op een echte, zeg maar, een drukke wedstrijddag, dan, dan kan het redelijk hectisch zijn, maar wel op een soort van gecontroleerde manier. Want je hebt natuurlijk 3 dagen er naartoe gewerkt. Op het moment zelf is het vooral hard werken. Maar eigenlijk, als het goed is, heb je het nog wel in de hand. Zeg maar. Het schijnt dat het aan de voorkant dan nog een stuk hectischer kan zijn, want daar wordt natuurlijk ook besteld en weet ik veel wat. En wij staan hier gewoon lekker kop omlaag doorwerken en dan moet het goed komen. Ik wil hier sowieso een tijdje blijven werken. Je bent jong, dus je gaat je niet vastbinden voor de rest van je leven. Maar ik wil je zeker nog een seizoenetje meepakken. Gewoon om te kijken of ik... Ik heb nog lang niet alles geleerd wat er te leren valt. En dat wil ik er wel uithalen. Ja, dat klinkt goed. Pia, de meeste mensen kennen jou natuurlijk van televisie. Ondanks dat je daar 10 jaar geleden al afscheid hebt genomen. Mis je dat werk nog wel eens? Ik heb al 14 jaar geleden afscheid genomen van het journaal. Dus dat mis ik gelukkig niet meer. Dat zou niet best zijn. Televisie mis ik sowieso niet. Ik heb in totaal 35 jaar bij de omroep gewerkt. Ik ben begonnen bij de radio, toen televisie. En op een gegeven moment dan wil je ook nog kijken of je ook nog wat anders kan. Ja. Dat heb je aangetoond dat je wat anders kan. Maar wij missen jou nog wel eens. Want het zag er zo uit. Het 8-uur-journaal met Pia Dijkstra. Goedenavond, het nieuws van maandag 30 september. Het volgende journaal is om 10 uur. Goedenavond. Niks veranderd, gelukkig. Nou. Ja. Ja. Van het NOS-journaal ging je naar de AVRO. Hè? Ja. En toen de overstap van de journalistiek naar de politiek. Was dat een grote stap? Nou ja, dat was wel een stap die het einde van mijn journalistieke carrière inluidde. Dat ben je heel bewust als je duidelijk een partij kiest, een politieke partij. D66. Dan word je, dat was D66, dan word je daar natuurlijk vervolgens mee vereenzelvigd. En kan je in elk geval niet meer in het nieuws terug. Nou goed, dat was ook helemaal niet mijn plan. Zoals ik net al zei, 35 jaar was mooi. En ik voelde me echt... Ik dacht, het is wel een moment in mijn leven dat ik het nog kan doen. Want als ik nog langer wacht, dan ben ik misschien wel te oud. En ik wilde wel heel graag vanuit de positie van altijd de vragen stellen en commentaar leveren eventueel. Heel neutraal. Heel juist. Neutraal. Maar ik wilde ook inderdaad toe naar het kunnen laten zien waar ik voor sta. En daar ook mijn bijdrage aan leveren. En dat heb ik ook wel op andere manieren geprobeerd. Ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan. Maar het is
is natuurlijk toch iets anders als je in Den Haag kunt bijdragen aan, ja, wat ik maar heel idealistisch toch noem, een betere maatschappij. Daarvoor zit je toch in de politiek. Ja, maar je zegt zelf al, dat kan op verschillende manieren bijdragen aan een betere maatschappij. Wat trekt je dan zo aan in het Kamerwerk? Nou, in het Kamerwerk trekt me aan dat je echt heel direct zaken voor elkaar kunt krijgen. Het heeft soms ook een hele lange adem nodig. Maar ik heb bijvoorbeeld in mijn portefeuille ook de homo-emancipatie. En wij hebben daar toch een aantal zaken kunnen regelen. Zoals, voor ons is onderwijs heel belangrijk. Ook als het gaat om jonge homoseksuele jongens en meisjes die gepest worden op school. Vooroordelen, taboe nog steeds op dat onderwerp. Hebben we ervoor kunnen zorgen dat nu in de kerndoelen van het onderwijs daarover op scholen moet worden gesproken. Dat vind ik belangrijke zaken. En ik ben heel blij dat ik daar een belangrijke bijdrage aan heb kunnen leveren. Maar het lijkt me ook fijn dat je dan nu juist wel ongegeneerd je mening mag geven. Nou, dat is natuurlijk jij spreekt uit ervaring. Jij komt uit de politiek, je hebt de omgekeerde beweging gemaakt. Dat is natuurlijk het prettige. En ook vind ik het werken in een fractie met allemaal mensen die hetzelfde doel voor ogen hebben en op dezelfde manier naar de oplossingen kijken, dat is enorm stimulerend. En dat geeft ook wel, dat geeft ook energie. En het is inderdaad fijn om gewoon een mening te mogen hebben. Ja. D66 haalde vorige maand bij de gemeenteraadsverkiezingen een eclatante overwinning in het hele land, tenminste overal waar ze meedeed. Ja. In mei zijn er weer verkiezingen voor Europees Parlement. Verwacht je daar ook zo'n grote overwinning voor jouw partij? Ik weet niet hoe dat gaat lopen. Dat wisten we eigenlijk ook niet voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het was inderdaad een grotere overwinning dan we hadden verwacht. En we gaan kijken of we dat ook voor de Europarlementverkiezingen kunnen gaan halen. Kijk, wij hebben wel als partij een hele duidelijke boodschap die voor Europa is, maar vooral voor een beter Europa. Hè. Het is nu te weinig democratisch ook in onze ogen, dus daar moet heel erg aan gewerkt worden. Maar het belang van een Europa dat samenwerkt, dat goed samenwerkt, dat ook bij de grensoverschrijdende onderwerpen dat ook heel goed samen doet, dat vinden we heel erg belangrijk. En ook als het gaat om het onderwerp waar we het vandaag over hebben, namelijk het helpen van het ontwikkelen van landen en de jeugd daarin en de kinderen die een kans moeten hebben en die ook de toekomst zijn van het land. Dus het onderwijs daarin, ook dat, daarin kan Europa als geheel een veel grotere rol spelen dan elk afzonderlijk land. En samen sta je sterk, dus kun je meer. Ja. Absoluut. Je zegt het al, want naast je werk als Kamerlid ben je ook, net als ik, ambassadeur van Save the Children. We zien jou trouwens wel vaker in een dergelijke rol en ook daar hebben we beelden van. Er gaan jaarlijks nog steeds 150 mensen dood omdat er niet op tijd een orgaan voor ze is. En de wachtlijsten die worden maar niet korter. Door de burgeroorlog in Syrië zijn 4 miljoen mensen afhankelijk van hulp. Ze hebben voedsel nodig, schoon drinkwater, kleding en medische zorg. Helpt u deze slachtoffers? En dus ambassadeur van Save the Children. Waarom vind je het zo belangrijk om je naam te verbinden aan goede doelen? Omdat ik denk dat is een van de belangrijkste dingen die je hebt te doen als lid van een samenleving. Dat je met elkaar zorgt, dat je verantwoordelijkheid neemt. En niet alleen voor de mensen in je eigen land, maar vooral ook voor die mensen in landen waar het ongelooflijk veel slechter gaat. En ik heb altijd daarvan uit ook heel veel gedaan aan vrijwilligerswerk, omdat ik vind dat wij allemaal onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. En wat mij betreft, ja, als je kan helpen omdat je een bekend gezicht bent, dan doe ik daar graag aan mee. Maar ik ben daar wel heel kritisch op. Ik doe niet overal aan mee. Nee. Voor Save the Children heb je duidelijk wel gekozen. Dat gaf je aan het begin van de uitzending al aan. Wat doet Save the Children precies allemaal? Save the Children die is werkzaam in heel veel ontwikkelingslanden. In heel veel landen waar grote armoede heerst. Waar de kinderen eigenlijk niet de kansen krijgen die ze zouden moeten krijgen. Save the Children heeft ook aandacht besteed aan kindersterfte. Daar is een flinke slag in gemaakt overigens.
hoewel er nog veel te veel kinderen voortijdig sterven. Maar ook onderwijs, zorg en kinderrechten, die zijn heel erg belangrijk voor Save the Children. Daar wordt aan gewerkt samen met mensen die op lokaal niveau actief zijn. Dus het is niet zozeer dat het Westen komt vertellen wat er moet gebeuren. Ja. Maar er worden mensen uit die landen zelf worden ingeschakeld en opgeleid om het daar te doen. En Save the Children is dan een hele grote organisatie die daarbij behulpzaam kan zijn, maar dat ook vaak niet alleen doet. Hè, als we het over Liberia hebben, ook samenwerkt met andere grote organisaties om daar echt Liberia is een land wat in ontwikkeling is, waar het eigenlijk best de goede kant uitgaat, al gaat het heel erg langzaam. Burgeroorlogen geweest, heel veel armoede, meer dan de helft, of ik geloof zelfs 2/3 van de mensen leeft in armoede. Maar het gaat wel langzaam een andere kant op. En daarin is Save the Children een hele belangrijke organisatie. Ja. En dan vooral voor meisjes ook, hè? Want in zo'n land als Liberia zie je dat het vooral onder meisjes. Ja. Karel, de goede doelen, als je dan aan het regisseren bent, hè, zo'n gala, welke rol spelen die doelen dan? Nou, dat heb ik wel in mijn keuzes ook wel bovenaan gezet. Ik vind het dus ook mooi om te laten zien wat voor mogelijkheden wij op zo'n avond als jeugd ook hebben. Dus ik heb daar wel een paar verrassingen in. Ik vind dat het moeilijk. Dan ga ik nou verrassingen of ga ik ze nou zeggen? Nee, dat hoef je ze nu niet te zeggen. Nee, dat je me even helpt. Dan ga ik alweer. Ja. Maar ik kom in ieder geval met dingen tevoorschijn. Ja. Ik denk, wat hebben wij het dan hier toch mooi dat kan gebeuren. En dat slaat dan gelijk aan van wat een fijn land we hebben en dat het ook kan. Nou, tijdens het gala zaterdag is de opbrengst dus voor meisjes in Liberia. En in februari sprak ik in Liberia een van die meisjes. We staan hier voor het hek van een internaat. Een internaat wat eigenlijk het vervolg is op het drop-in center, waar meiden ook weer worden opgevangen. En als het goed is, is Amalia hier binnen. Kijk. What are you learning now here? Learning hairdressing. Hairdresser? Yes, hair. Yeah? Beautiful. Bijna een jaar nadat ik Amalia heb ontmoet in het drop-in center, nu hier in het internaat, heeft ze leren lezen, heeft ze leren schrijven, heeft ze een opleiding en heeft ze dromen. Ja, zo mooi is dat werk, hè? Dit is zo belangrijk dat ook mensen een perspectief hebben, hè? En ik ben zelf dan niet in Liberia geweest, maar wel in een land als Burundi, waar ik gesproken heb, was overigens niet in het verband van Save the Children, maar op een andere manier, maar gesproken heb met meisjes die in de burgeroorlog verkracht waren en seksueel misbruikt. En dat zie je ook in Liberia. En als je met die meisjes zelf praat, nou ja het krijgt zoveel perspectief natuurlijk. Hè? Het is ongelooflijk wat daar nog verbeterd moet worden. Maar ook dat meisjes vooral en vrouwen moeten weten wat hun rechten zijn. Ja. En welke positie ze eigenlijk. Ze moeten voor zichzelf leren opkomen. Dat is vaak helemaal niet aan de orde. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat je daarbij helpt. En onderwijs geeft en daarbij steunt. Nou hoor jij vast ook als politica regelmatig mensen zeggen, ja, maar ik geef liever aan goede doelen in Nederland, want we hebben hier toch ook nog een hoop ellende. En dan kan ik in ieder geval makkelijker controleren of dat geld goed wordt besteed. Begrijp je dat? Ik begrijp dat wel, omdat als je daar helemaal niet mee in aanraking bent gekomen, dat het misschien wel moeilijk is. En als je zelf naar de voedselbank gaat in Nederland, dat je dan vooral bezig bent met hoe hou ik zelf het hoofd boven water. Dat snap ik heel erg goed. Maar aan de andere kant je mag het eigenlijk nooit vergelijken, maar het is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, het is bijna paradijselijk hier, zelfs als je naar de voedselbank moet. Vergeleken bij waar mensen in deze landen mee te maken hebben. Waar 80% van de bevolking moet rondkomen van minder dan $1 per dag. Precies, precies. Ja. Want Rens, ik was daar niet alleen. Nee. Jij was daar ook. Jij hebt zelfs het opvanghuis geopend. Wat is geopend van het geld wat vorig jaar is opgehaald met het ondernemersgala. Dat was ook om te kijken of dat geld goed besteed was, hè? Ja, ja? Dat klopt. En dat vind je belangrijk? Nou, dat heeft, ik vond het wel belangrijk. We hebben vorig jaar heb ik met Harry Ballenmaker het bedrag naar 2 ton gehezen. Afgerond naar boven. Ja. En toen pakte het mij al. En
Je krijgt heel vaak een gironummer in de media om te storten. En ja, waar komt dat geld terecht, weet je? Ja. En het zal wel allemaal goed bedoeld zijn. Maar hier heb ik gezien hoe dit besteedt. En ook Laten we eens even kijken hoe dat geld precies is besteed. Ik ga zelf in Liberia kijken hoe Save the Children dat geld heeft besteed. Ongelooflijk dat dit nog bestaat in de wereld. Het is allemaal tussen de 8 en 18 jaar ongeveer. De meesten hebben al een heel leven achter de rug. Die hebben heel veel meegemaakt. Het drop-in center is de basis voor de kinderen van de staat. We are proud of the teachers, but also very proud of the girls. Ja, Rens, we kunnen het ook zien, hè? Die reis maakt een grote indruk op je. Ja, dat heeft me heel erg gepakt. Wat raakte je zo? Nou ja, die kinderen, dat ze zo gelukkig zijn. Hè, zien ons grote mannen binnenkomen en dan nog een vreemde kerel met een rare bovenlip. en dan de eerste dag al een beetje aftasten. En de tweede dag toen ik daar aankwam, dat al 3 van die kleine hummeltjes zo mijn beet pakten. Ja, dat pak je gewoon. En ook de organisatie achter Save the Children. Die mensen zijn zo enthousiast. En die geven hun leven voor Save the Children. En voor Liberia. We hadden t-shirts meegenomen, ballonnen naar de kinderen waar de koning te rijk daarmee. En dat, geweldig. En niet alleen dat we daar zo'n dropping center hebben geopend met het geld. Wat ik dan zelf heb gezien. Maar ook dat we die meisjes van de straat halen en dat ze zelf ook de kans krijgen om verder te komen. Hè? Medisch worden ze leren er lezen, ze leren er schrijven. Ook leren ze daar Engels, hè? Andere taal. Nou, daar kunnen ze heel ver mee komen. En wat ik zelf heel erg heb bewonderd, is ook de lokale mensen die het van ons overnemen. En die dan helemaal meegaan met ons. Ja, geweldig. Ja. En je noemt het al een paar keer een drop-in center. En dat is voor meisjes? Ja, meisjes van de straat. Hè? Die, die tussen de 8 en 16, 17, 18. Ja, max 18. Ja. Maar dan gaan en dan denken wij dat zijn kinderen. Maar heel vaak zijn het al moeders. Hè? Ja. We hebben al een leven achter de rug. Ja, echt een leven achter de rug. Echt een leven achter de rug. Ja. Ik heb een paar meisjes gesproken. Ook seksueel geweld. En ze leven daar, wat je net zegt, minder dan $1 per dag. Dat zijn grote gezinnen. Dus die kinderen worden door die ouders op straat gezet. Want die kunnen die kinderen niet meer onderhouden. Nou, die komen in een verkeerd circuit terecht. Want die moeten ook leven. En die worden misbruikt. Juist de zwakste. Ja. Als je dat zo hoort, dan ben je blij dat je mee mag werken aan zo'n gala, of niet? Zeker weten, ja. Ja. Ja, en ambassadeur mag zijn. Rens, waar je ook veel waarde aan hecht, dat is in zijn algemeenheid het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat houdt dat voor jou in? Nou ja, ik zelf ben geboren en getogen in Schilderswijk. En ik heb het geluk gehad en mede door hard werken ben ik wat verder gekomen. En ik heb een wat meer inkomen dan wat ik toen had, zeker. Dus ik vind ook... Ja, het maakt me ook gelukkig dat ik ook mensen aan de onderkant van de maatschappij kan helpen. En doe ik samen nu pilots draaien binnen onze organisatie met Werkgever Servicepunt en de Hagen Groep. En er lopen nu 7 mensen van de Hagen Groep en 7 mensen van Werkgever Servicepunt, dus uit de uitkering en de sociale werkplaats, lopen nu op een aantal projecten van Vrolijk. En dan lopen ze mee met onze mensen. Dan krijgen ze een soort opleiding, begeleiding. En we draaien ook een pilot met de gemeente Den Haag. Op de Binkhorst, het gebouw van de gemeente. En daar lopen nu 14 mensen. Uit de WW en de SW. Die worden opgeleid, begeleid, krijgen een cursus. En het eind van het project, dat is eind deze maand, hebben ze een vakdiploma. En met een vakdiploma kunnen ze zeg maar naar een reguliere baan. Dus uit de kaartenbak, maar ook de gelegenheid om weer terug te komen in de maatschappij. Ja. Wij, wat jij al zegt, Karel, wij hebben hier van alles. En wat jij ook zegt, we zijn hier heel gelukkig. Ja. En als je dan andere mensen ook daar toch een deel kan helpen met jouw geluk, hè, met wat jij kan en wat je doet. Ja, dan ben je als ondernemer, maar ook jullie, maar als ondernemer moet je daar gewoon voor gaan.
Het is mooi, hè? Want het is eigenlijk wat raakt, hè? Ja. Ja. Ja, het is echt. Maar wat ik zo mooi vind, is wat je net zegt. Zowel dichtbij, hè, in de eigen gemeente actief zijn, maar ook het oog houden voor landen hier buiten onze welvaart, zeg maar. En, want ook in Nederland hebben natuurlijk mensen het slecht en die moeten we ook aandacht geven. Absoluut. Ja, maar dat doen ze ook bij de ondernemerschaal. En zo'n deel, zeg maar, voor Save the Children. Ja. En dus een deel van de opbrengst gaat naar de Richard Krajicek Foundation. Ja. En die realiseert daar dan weer playgrounds van. Hè? Dus deze is dan echt voor Den Haag. Ja. Dus die Haagse ondernemers kunnen, dan hoeven ze niet met z'n allen naar Liberia om te kijken of het goed is besteed. Want dat heb jij al gedaan. Maar als ze willen zien waar een ander deel van het geld is besteed, kunnen ze gewoon in Den Haag blijven. Geen probleem. Ja, ja. Jij hebt ook samen met de Dagengroep het regionaal sociaal antwoord. Is dat waar je het net over had? Ja, een deel daarvan. Ja, klopt. En wat is het nog meer? Nou ja, ik ben al een paar jaar bezig met de gemeente Den Haag om langdurige werkelozen en ook SW-mensen, met name van de Haaggroep, om die als flexwerker in te zetten en voor part-time. En dat was nooit mogelijk. Je kon wat mensen krijgen met een zak geld erbij en dan zet ze maar aan het werk. Maar ik heb ook gezegd, laatst hadden we een debat met Jette Kleinsma, van ja, wij als ondernemers willen geen geld. Wij willen mensen die opgeleid zijn en gemotiveerd zijn. En dan daarnaast willen we natuurlijk ook werk hebben voor die mensen. Ja, dan heb je continuïteit. Dus dan kun je die mensen ook in het vooruitzicht, kun je ze ook continuïteit waarborgen. Maar dan investeer je dus vooral juist in die flexwerkers? Ja, maar omdat wij, als je de schoonmaakbranche neemt, is ruim 80% is part-time. Ja, je bent natuurlijk ook gewoon ondernemer. Je bent geen charitatieve instelling van jezelf. Nee. Hoe betaalt zich dat terug? Nou ja, goed, uiteindelijk als je goede mensen krijgt, die verdienen dat zelf terug voor je als bedrijf. En die zijn gemotiveerd, nooit ziek, gaan ook met een lachend gezicht gaan ze naar het werk toe. Nou, dat past ook goed bij vrolijk. Dus ik denk dat je daar voor een streep vindt. Overigens, toen wij in Liberia waren, was dat ook, dit is meneer Happy. En dan keken ze naar mijn snor en denken, dat is echt een happy man. Ja. Iets waar je ook gelukkig van wordt is ADO, hè? Ja. Daar ben je heel nauw bij betrokken. Je bent sponsor, je zit in de Raad van Commissarissen. Klopt. Is dat puur zakelijk of gaat die club je echt zo aan het hart? Nou, het is eigenlijk, het was eerst zakelijk, maar het is later. En natuurlijk ook, het is een Haagse club. En ik vind dat Den Haag moet toch ook een eredivisieclub behouden. En dat gaat ook lukken, zeker weten. En daar moet je dan, vind ik, als ondernemer ook tijd aan besteden en ook daar wat geld in stoppen, vind ik. Want dat is wat weer, een goed Hagenaar betaamt te doen. Vind ik van wel, want ook weer de kansarme kinderen in de wijken in Den Haag, die krijgen daardoor de gelegenheid om naar ADO te gaan. Ik ben nu met een project bezig met een paar grote bedrijven hier in Den Haag, ik mag nog geen namen noemen. Die gaan geld sponsoren voor de kansarme kinderen, want die ouders die hebben financieel niet de ruimte om die kinderen op een voetbalclub te zetten. Ja. Met uitrustingen, dat kost allemaal geld, contributie. Dus er zijn nu twee grote bedrijven, internationale bedrijven in Den Haag, die daar, die willen dus niet met hun naam op borden te komen of op vlaggen bij ADO. Dat kunnen ze natuurlijk niet doen, want anders moeten ze alle clubs gaan sponsoren. Maar wel die sociaal-maatschappelijk. Ja, en ook op die manier geef je dan weer invulling aan dat maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij gaan naar de West Business Starters Award. Deze week de ondernemers van Boost Resulting uit Scheveningen. Volgens deze ondernemers is resultaat belangrijker dan advies. Boost Resulting focust zich dan ook niet op bezuinigingen, maar juist op het ontwikkelen en vernieuwen van inkomstenstromen. Wij zijn Boost Resulting. We bestaan sinds maart 2013 en we helpen ondernemingen hun commerciële terugval om te zetten in groei. We focussen juist niet op bezuinigen, maar op het doorontwikkelen en vernieuwen van inkomstenstromen. En met twee man werken we veel samen met specialistische freelancers. Ons klantenbestand bestaat uit onder andere de winkeliersvereniging van de Keizerstraat, het MKB, maar ook grote corporaties. Ons kantoor is gevestigd aan de Gevers Dijnhoutweg in Scheveningen tegenover het Koerhuis en naast Holland Casino.
Daar werken we graag en trekken we ook onze klanten naartoe, van groot tot klein. Om ze uit hun comfortzone te halen en ze te inspireren om weer een nieuwe strategie neer te zetten en business development te gaan doen. Ja, wat we zien bij onze klanten en in het bedrijfsleven en de ervaring die we hebben meegenomen vanuit onze corporate achtergrond, zien we veel vergelijkenissen met de topsport. En daar hebben we ons model op geënt en dat is van, zorgt voor op korte termijn veel focus en het realiseren van doelstellingen. Ondernemerschap was een kwestie van tijd. En met de juiste ervaring die we hebben opgedaan bij het grote bedrijfsleven, was het nu de tijd om voor onszelf te beginnen. In deze lastige tijd gaat het zeer goed met Boost Resulting. Elke klant is referent en we hebben voldoende inkomsten om aan onze verplichtingen te voldoen. En ook om onze eigen salaris gewoon te kunnen betalen. We kijken uit naar nog meer klanten om te kunnen groeien in de toekomst en werkgelegenheid te creëren in de Haagse regio. Wij zijn Boost Resulting. Met ons innovatieve concept begeleiden we bedrijven van strategie naar doen. Vanuit drie overzichtelijke fases geven we een boost aan organisatieverandering en business development. En daarom noemen we onszelf resultants en geen consultants. Wij zijn Boost Resulting. Roy en Sven hebben vanuit hun lonensituatie zelf de keuze gemaakt om voor zichzelf te beginnen. Met als motto, volg je hart en doe waar je goed in bent. Voordat ze stappen richting het ondernemerschap definitief maakten, hebben ze een concept getest bij een aantal bedrijven, wat direct gerelateerd heeft in een aantal orders. Wat je ermee bereikt is dat je hiermee het vertrouwen wint van de financier. Het concept van Boost Resulting is eigenlijk altijd een win-win situatie. Bedrijven die hou je een spiegel voor, waardoor ze nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen en ze ook dwingt om out of the box te gaan denken. Kracht van dit bedrijf is de aansluiting van de diensten bij de kwaliteiten van de ondernemers. Aandachtspunt is het maken van eenduidige keuzes met betrekking tot de inzet van de communicatiemiddelen. De totaalscore komt uit op 69 punten en daarmee staat Boost Resulting in de tussenstand op de vijfde plaats. Koploper blijft Calendar 42 met de score van 81,5 punten. En wilt u de score van het juryrapport nog eens nalezen? Dat kan op westbusiness.nl. Dan zijn we alweer toe aan de slotvraag en die is iedere week hetzelfde. Wat staat er bij jullie in de agenda waar je naar uitkijkt? En wat er zeker niet uit mag. Karel de Rooij. Nou ja, dat is niet zo moeilijk. Hè? Aanstaande zaterdag dus. Hè, is het natuurlijk een ondernemersgala. Ja, en dat is voor mij niet alleen die avond. Ik ben er gewoon elke dag mee bezig. Dus ik zoek de artiesten op. Ik ga ze nog instrueren. Dat geldt ook, dus weliswaar wat later in juni, de Nacht van Bach in het Festival Klassiek. Ja. Daar ben ik nu ook al mee bezig. Die ga je ook regisseren? Hè? Die ga ik ook regisseren, ja. De Nacht van Bach. Dat is een kleinschalig iets, wel als eerste uitverkocht, maar heel gek is dat. Dat is geweldig. In wijken van Den Haag, steeds een andere wijk. Nu ligt hij een beetje voor de hand, maar dat mag ik ook niet zeggen waar. Maar we zijn ook in de Boekerstraat geweest. Ik ben ook een Gilderswijker. Dus Jan Blankenstraat, ja. Stationsplein. Ja. Dus hij zit vol. Nog even, toch wel zoveel mogelijk naar mijn moeder, die in het verpleeghuis net zit. Een drukke agenda. Hoe oud? Die is 94. 94, zo. Maar ik ben wel blij dat er toch één onderwerp in zit van Save the Children. Dus voor het goede doel. Want als ik dit hoor, wat je vertelt, dan denk ik, doe ik misschien toch nog iets te weinig. Pia Dijkstra. Ja, mijn agenda is een beetje onzeker. Voor de komende week. Jij vertelt over je moeder. Mijn moeder heeft net een hele lelijke val gemaakt en daarbij haar nekwervel gebroken. En hoe oud is jouw moeder? Zij is 86 en is nu is dementerend. Dus moeilijk om uit te leggen aan haar wat er precies aan de hand is. Dus ze heeft heel veel onze zorg nodig. Ik vind wel, voor mij gaat dat uiteindelijk voor. Ik heb een belangrijk Kamerdebat, daar wil ik echt aan meedoen deze week. Het hangt er heel erg vanaf hoe het verder gaat. Ja. En daarom is mijn agenda redelijk onzeker. Sterkte. Dankjewel. Ja. Rens Vrolijk. Ja, het begint natuurlijk met ondernemerschalen. Ik ben vandaag ook druk bezig geweest en gisteren en eergisteren, de hele week eigenlijk, met veilingen items. Samen met Robert-Jan Vermeulen hebben we een auto die daar zover gekregen, die een auto beschikbaar stelt voor de veiling. Kijk. Dus die moet heel veel geld opbrengen. Dus ik hoop dat nu mensen kijken, op zondag zitten de meeste ondernemers te kijken, neem ik aan, dat die veel geld oplevert. Want dat gaat allemaal naar Save the Children. Ja.
En dat is toch ons doel met z'n allen, denk ik. Ja. We maken er een leuke avond van. En dan volgende week Ajax-ADO? Ja, ja. En daar mogen wij ook naartoe, door jou, toch? Ja, dat klopt. Ah, kijk. Ja. Ajax-ADO volgende week zondag. Het is wel in Amsterdam, hè, Karel? Ja. Mag ik nog één ding zeggen? Want ik heb daar echt op gestudeerd, om dat uit mijn hoofd te leren. Ik heb het ook al even onder in beeld gezien, maar ik zou het nog wel fijn vinden als mensen willen sms'en, save, naar Giro, of naar sms, naar het nummer, ik Giro niet, naar het nummer 4333. Ja. En dan wordt contact met ze opgenomen en dan kijken we wat kunnen mensen ze kunnen doen. Donateur worden, precies. Hè? Dankjewel voor deze oproep ook. Ik ga dinsdag naar de Bisborrel op de Denneweg. En ja, zaterdag presenteer ik met omroepcollega Nicolette Krul het uitverkochte ondernemersgala in het stadhuis van Den Haag. En volgende week dan ben ik hier natuurlijk weer. Dan bij mij aan tafel politiek journalist en duider Ferry Mingelen en zanger René Vroger. Deze uitzending kunt u terugzien op onze website omroepwest.nl. Graag tot volgende week. Dag!